De atoombom van de Amerikanen is alleen ontwikkeld omdat ze bang waren dat de Duitsers er een zouden ontwikkelen. En uiteindelijk zijn ze er natuurlijk achter gekomen dat de Duitsers uh, helemaal nooit zo ver gekomen zijn. Het verlossen, kunt u mij horen? Oké, okay, we gaan het vandaag hebben over uh, de vraag wat als Hitler atoombommen had gehad. We hebben het over cocaïne in het water. En nog een oproep, want achter de schermen werken wij aan een grote uitzending over de opkomst van de BBB bij de provinciale verkiezingen. Morgen komt die show online en als je je nu abonneert op de podcast luister je die aflevering als allereerste. En er is ook nog ruimte om vragen te stellen die we mee kunnen nemen in die show. Laat hem nu achter die vraag in de recensies op Apple Podcast. Die staat onder de podcast, kun je hem invullen en dan hoor je jouw vraag misschien wel voorbij komen. Nou was ik deze week in Ooien en daar werd een paarkasinstallatie geopend. Weet wat je wat is dat, dat is? Een nou, paarkasinstallatie is iets van het waterschap... waarmee ze dus de uh, medicijnresten uit het, het afvalwater ja, kunnen ja, halen. Ja, daar, daar, precies. Daar, vooral ook in, in Utrecht betekent, begreep ik dat het waterschap daar uh, speciaal veel werk van maakt. Omdat ons uh, afvalwater vol zit met... Medicijnresten. Ja, nog wel veel meer PFAS zit erin. Nou ja, ze noemden heel veel dingetjes. Die nou ja, met name ook cocaïneresten. Het schijnt dat als je in Amsterdam gewoon een glas water drinkt. dat je feit al onder de invloed bent. <laughs> ja, ik heb ook eigenlijk met mijn broer nog eens besproken. als dit nou zo doorgaat met die medicijnresten. Want dat zal, als we er niet iets aan doen met filters. alleen maar erger worden, omdat de bevolking snel veroudert en ouderen gebruiken meer medicijnen. Het leek me een geweldig leuk idee dat we het er gewoon in laten zitten. En dat we dan regelmatig. Elke dag drink je gewoon een glas leidingwater. En dan ben je eigenlijk al. Heb je een paar hartritme pilletjes? Heb je er al naar binnen. Een soort cocktail. Ja, je hebt een soort cocktail naar binnen. Die kunt gewoon niet meer dood. Hè. Het is ongelooflijk. Elke dag een glaasje. Ja, dan nou begrijp ik het. Maar van... het is lastig om het, om het eruit te krijgen. Ja, nou ja, en wat die meneer ook zei die daarbij was. Overigens was uh, Harbers, de VVD-minister die daarover gaat, die was er om het te openen. Um, die man zei: We hebben hier dus, dit is de derde volgens mij in, in het land die gebouwd wordt. Ze willen natuurlijk nog veel meer plekken hebben. Maar we kunnen er één, niet alles mee uithalen. Um, en twee, we moeten ervoor zorgen dat die medicijnen echt helemaal niet erin komen. Dan hoeven wij ook niet zo'n paak als nee, te bouwen. Nee, dat zou hartstikke mooi zijn. Maar de kans natuurlijk dat dat mogelijk is, die, eh, als je even denkt over medicijngebruik. Kijk, je neemt zo'n pilletje, elke dag een pilletje. Ik neem aan dat dat zodanig wordt voorgeschreven dat het pilletje optimaal gebruikt wordt. Maar het is zeer waarschijnlijk dat, laten we zeggen, dat deel van het medicijn wat het lichaam niet nodig heeft of wat net iets extra is, dat wordt weer uitgeplast. Ja. En dat komt er vanzelf weer uit. Dus daar is denk ik weinig aan te doen mm. dat, dat een deel van de, van de medicijnen die je gebruikt, dat die weer uitgeplast worden. Maar ik begreep van uh, het, het waterschap dat ze in Utrecht veel werk maken van dit. Was dit in Utrecht? Hangt? In Ooijen, dus dat is Noord-Brabant. Oh, maar never mind. Ik begreep dat ze verschillende waterschappen, verschillende nieuwe technieken aan het gebruiken zijn. Ook wel met de intentie dat jij doet dit en wij doen dat. En tenslotte, kijken we wat, er, wat, er, wat we gezamenlijk zouden kunnen doen om de kwaliteit van het water op hoog niveau te houden. Mag ik er trouwens op wijzen dat in Nederland, we hebben dat bordje zien hangen in, eh, hoe heet het, in Tivoli, weet je? Oh dat? ja, dat klopt ja. Dat daar hangt een bordje namelijk voor, voor Amerikaanse cabine. muziekgroepjes. Een grote bord in het Engels. Het drinkwater is hier drinkbaar. Waardoor je eerst als Nederland denkt, wat is daar vol nozelheid? Het, water, het drinkwater is drinkbaar. Ja, hoe, hoe zou het anders kunnen? Nou, in Amerika kan het echt wel anders. Waarbij je er verstand aan doet, het drinkwater niet te drinken. Is dat al. Het tapwater niet te drinken. Laten we het dan anders noemen, niet drinkwater, maar tapwater. Is in Spanje komt toch ook, in Italië? Ja, dat, weet, dat weet ik eigenlijk niet. Het, het, nou, wat mij, ik me herinner dat het water op Tessel in mijn jeugd niet te drinken was. Het was een soort pis. Het was ook, pis? Ja, het was geel. Een ontzettend smerig. En smaakt het ook zo? Ja, het smaakte ook heel vies. Ik heb ooit ergens een heel, heel duur glas whisky gedronken. Ik moet zeggen, ik had een, een beetje een flauw idee. Dus ik vroeg, wat is hier het duurste glas whisky? Nou, whisky X, Y, Z, ben de naam al lang vergeten. En nou ja, dat, dat was zo'n zo bodem. Je kent het wel, het was een forsprijzer, kan ik je verzekeren. Ik neem een slok, zeg. Grote god, was dat smerig. Een soort veenwater, maar dan met, met alcohol erin. Nou ja, je weet hoe dat... Die, dat die whisky wordt gemaakt in fabrieken die natuurlijk ook het water uit die, uit die Schotse venen eh, gebruiken. Het, ik vond het intens smerig. Dus daar dacht ik eigenlijk aan bij het water van Texel. Eh, maar goed, Texel krijgt tegenwoordig via pijpleiding het Noord-Hollandse Water. Ja. Daar wordt ook in de provincie Utrecht wordt daar aan gewerkt, aan de zuivering van die, met name die medicamenten. Maar je kunt niet zo goed aan de verdovende middelen denken. Ik heb begrepen dat een analyse van het. ...van het Amsterdamse afvalwater een feilloos beeld geeft... ...van stijging en daling van het cocaïnegebruik in onze geliefde hoofdstad. Ja. Ik denk dat de relatief gezien cocaïnegebruik in Utrecht minder is... ...maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Of dat zo is. Nee. En je associeert dat toch makkelijk met Amsterdam? Hè? En in Brabant wordt dat gemaakt? Nee, die cocaïne zou die niet gewoon uit... uit uh... Weet ik, in Colombia komen. Ja, ze hebben toch allemaal van die labs in Brabant die ze dan oprollen. Maken die ook zelf vanuit de grondstoffen cocaïne? Volgens mij zijn dat pillen. pillen. Ja, ja, pillen ja, ja, dat is meer pillen. Ja, daar heb je gelijk. Ja. Ik denk dat die cocaïne toch in een van die zakjes die je altijd ziet in, 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 in film over de criminaliteit ja, aan wordt gevoerd. Alleen wordt die dan waarschijnlijk verdund. Hè? De kwaliteit wordt verminderd, omdat dat natuurlijk een hoop meer geld oplevert. Ja. Ja, waar wordt dat in films mee gemaakt? Is dat echt cocaïne of is dat een ander stofje wat erop lijkt? Ik heb geen idee. Ik heb, het enige wat ik weet is dat uh, whisky altijd thee is. Is dat zo? Ja. Dat is, kijk maar naar een glas. Oké. Okay. Een glas niet al te sterke thee. Dat, 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 dat kun je niet onderscheiden van een glas nee, 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 Ik dacht dat Theo heeft je dat vast wel verklapt. Allemaal dit soort vroefjes. Theo van Gogh. Toen jij uh, met hem die films hebt gemaakt. Nee hoor. Wat, wat waar ik toen van te kijken stond op zichzelf interessant genoeg. Was van drone gebruik. Dat die, ...dat die zei, ja, we gebruiken daar dus een, een klein vliegend ding voor... ...om die opnames te maken. Dat was die film, maar ik ben de nou naam alweer vergeten. Daar stond ik toen van te kijken, ja, dit speelt... Uh, nou ...ja, Theo is vermoord in 2004. Dit speelt een miljoen jaar geleden. En ik was toen eens van, oh, gaat dat zo? Zo'n soort van familie, ja, wat zei je ook weer? Zo'n mini-helikoptertjes werden daarvoor gebruikt. En ik had alles gelezen dat in die film... Empire of the Sun, een Spielberg-film. Ja, een leuke, maar toch niet geweldige film. Dat daar die, al die Japanse vliegtuigen, die Zero's, dat dat modellen waren. En als je aan nou mijn handen op nu opneemt, dat zijn natuurlijk wel ook forse modellen, van laten we zeggen. een meter breed of zo. Maar ja, dat is natuurlijk een stuk goedkoper dan dat je dan ergens een Zero vandaan moet zien dalen die nog vliegen kan. zijn er niet meer dan één of twee zijn, neem ik aan. Dus ja. dat, dat vond ik dan weer interessant. Dat ik hoorde dat dat met modellen werd gedaan. We zoeken nog steeds trouwens de beelden waar jij burgemeester bent, hè? <laughs> die film moet toch nog ja, bestaan of niet? Ja, iemand moet die toch wel hebben, ja. Ik weet niet, dat zou je aan, aan het archief willen geluid. Zo... Oh ja, die zouden dat wel kunnen hebben. Ja. geluid, die moeten ze ook kunnen uitzoeken. Of überhaupt nog een kopie. ...van Die film bestaat. Ik weet niet meer de titel. Jazeker wel. Oh. In het belang van de staat heet die film. Een uren durende tv-film, speciaal gemaakt voor de tv. Nou, we gaan op zoek. En ik heb er uitgebreid over verteld. Ja. Omdat Theo. Ja, juist omdat je het van Theo vaak niet zou verwachten. Een hele menslievende, humane, empathische regisseur was, althans, voor mij. Ik bedoel, ik deed alles fout initieel, dus... Ja, ik ging toch toneel zitten spelen. Dat wouden ik niet doen. En ik sprak ook nog de man die dat, die installatie gebouwd had. Die zei, we hebben daar een half jaar voor nodig. Maar ze waren tien jaar met alle vergunningen en overleggen... en noem maar op bezig ja, om dat ding daar neer te zetten. Wij komen terug op het punt... van die droevig naar beneden afdalende man. Heet die niet vissen Van de, de van Algemene de reken-, Rekenkamer, ja. Van de Rekenkamer. Ja. Die zei met vermoeide stem, meen ik... Al misschien heb ik dat erbij verzonnen. We hebben in Nederland veel te ingewikkeld gemaakt. Ja. En dat is ongetwijfeld juist. Ook hier zou je zeggen: kijk eens wat we op kunnen ruimen aan flauwekulmaatregelen. En dat vergaderen, joh. God, ik heb een niet onaanzienlijk deel van mijn leven al vergaderen doorgebracht. En je wist dat het allemaal volstrekt over boden onzin was. Slittig, tenslotte, ink ook niet meer. Je hebt het ook bij congressen, toch? Dat ze altijd willen voorbespreken. En dat duurt ook. Ah, en... verschrikkelijk, joh. Voorbespreken, dat is het, en van talkshows gesproken, hè? Vaak heb je alles wat je te zeggen hebt, krijgt, kunt, heb je al drie keer doorgesproken, hè? voorbespreken. Maar even maar even kijken wat, hoe... nee, dat moet je eigenlijk allemaal niet doen. Je moet eigenlijk meteen zeggen, ik bespreek niks voor. Ik kan niet beloven dat ik niet spontaan een lied zing, maar ik, ik... maak trouwens. Dat zou de talkshows enorm verlevendigen natuurlijk. Uh, ja, voorbespreken is iets verschrikkelijks. Vergaderen. Ik schat toch van vergadertijd, wat denk je? 80% volledig overbodig is. Ja, dat denk ik wel. Maandagochtend hè, is de vaste, uh, wat noemen ze dan, weekstart. En dan gaan ze met z'n allen lul over. Wat gaan we deze week doen? Nou, we hebben vergaderd op vrijdag. Oh, een ongunstige dag lijkt me. Nou, we hadden ooit een chef, ja, ik ga hem maar geen naam noemen. En die begon vrijdag al te vergaderen om, om vier uur middags. <laughs> dat een groot deel van het die dachten we we willen naar huis vijf uur naar huis hè? dus dat duurde nooit lang maar later kregen we een andere chef en die begon veel eerder met vergaderen met als vol, kijk vergaderen vult altijd de tijd die ter beschikking is hè? dus ik val me handig mee dat als je op maandagochtend begint dat ze niet gewoon de hele week door vergaderen het is ook wel een dat. soort Nederlandse ziekte toch ja al ken ik ook hier weer geen comparatief onderzoek waar je uit kunt afleiden dat Belgen bijvoorbeeld binnen vergaderen. Ja, Dat is natuurlijk sowieso lastig. Je hebt natuurlijk landen die vrij sterk op Nederland lijken. Bijvoorbeeld de Scandinavische landen. Er is ook wel eens geschreven, we zijn eigenlijk een Scandinavisch land wat te ver naar beneden gezakt is. Ook qua sociale structuur doen we wel in sommige opzichten aan de Scandinavische landen denken. Het zijn natuurlijk allemaal gepatenteerde democratieën, waar het eigenlijk fatsoenlijk toe gaat. Waar ook oog is voor de, voor de mensen die wat minder succesvol in de samenleving zijn. Hoe uh, kwam ik nou die... Maar of, of het dan echt veel beter is, of het leven van de modale Deen leuker is dan het leven van de modale Nederlander. Ik vond ook altijd zo die, die categorie, best country to be born in, hè, dat vond ik wel een... Als je dan ziet wat voor. Je hebt, je hebt meerdere van die lijstjes, misschien moeten we dat eens structureel bekijken. Als je ziet, er zijn sommige van die lijsten die echt met 80 verschillende factoren rekening houden. Uh, en dan krijg je misschien toch wel een redelijk beeld. Mm -hmm. Maar ja, als je dus nou even kijkt naar hedendaagse ongelijkheid. dan, dan vind je toch wel nou ja, dat, dat. Ik denk dat je zonder al te grote problemen kunt zeggen. dat driekwart van de bevolking in eigenlijk Rijk vrij redelijk aan toe is. Ja. Maar nogmaals, dat we de onderkant verwaarloosd hebben. Ja, maar met vergaderen, wat bereik ja, wat je daar nou mee? Niks. Nee, dat is een gelul, toch? Nou ja, je kunt zeggen, voor heel veel mensen was altijd mijn indruk... die worden gelukkig van vergaderen. Ja, want je kunt... Ja, voorzitter, mag ik nog even terugkomen op uw punt? Eh, eh, zus of zo vindt wc-papier nu toch wel van, van een zodanige miserabele kwaliteit... Trouwens, nu ik het toch over het wc-papier heb, ik vind het ook vrij kwalijk, meneer de voorzitter, dat we een kunstkerstboom hebben. Dat, dat kan toch niet? Wij moeten toch gewoon een echte kerstboom hebben. En dan wil ik ook liever dat, dat die, die gekleurde lichtjes, daar vond ik ook, dat vindt de heer Jezus ook niet. Nou ja, je kunt over van alles en nog wat eindeloze ouwe horen. <laughs> ja, en aan het einde van de vergadering is altijd de vraag zo. Dit gaan we dus aanpakken. Wie gaat het doen? Niemand gaat het doen. Nee, dat is het echt niet. Vaak blijkt dat je langdurig vergadert over zaken waar je helemaal zelf niks over mag beslissen. Want nee. die kerstboom, dat blijkt facultair beleid te zijn, ik noem maar wat op. Of universitair beleid. Maar misschien moeten wij dan eens een keer een pleidooi houden voor minder vergaderen. Ja, misschien vinden mensen dit ook wel vergaderen. podcast ja, vergaderen Podcastvergaderen. is ja, dat ja. niet ook een soort vergaderen? Kom, maar eigenlijk? Dit kun je wel combineren met iets anders. Dit kun je aanzetten, kun je sporten. We hebben al die brieven van die mensen in de sportschool. Die zijn wel nog met iets bezig of ze zijn de hond aan ja, het ja, uitlaten. Ja precies. Ja, nee, je komt ook regelmatig mensen in het park. deze, zeggen, meneer van Hommels, ja. zo gek. Ik loop net naar u te luisteren. Ja, of ze zitten in de auto. Dus dan is het uh, misschien. Nee, heel aan, precies. We moeten ook wel oppassen dat het moet wel heel informatief blijven. Mm, ja. Nog even één positief dingetje benoemen. Ik zag van de week Wouter Koolmeest, die nu de basis is bij de NS. En die ging een dag meelopen. Natuurlijk is het allemaal beeldvorming, maar die zat gewoon lekker mee te bellen in de controlekamer waar hij ook zag, zat. Oh. Toen dacht ik, ik heb hem een keer gesproken. Jij bent er ook positief over. Hè? Over Koolmees als minister. Ik was over Koolmees was een ja. van die ministers waarvan ik altijd dacht dat hij zijn vak verstond. Ja, die indruk had ik nu weer dat ik dacht van hij zit daar volgens mij goed op zijn plek bij de NS. Weet je, hij verdiept zich in dat onderwerp. Hij wil dan weten hoe zit dit? Hij gaat meebellen. Ja, in zekere zin was het ook sympathiek dat hij het wel gezien had, dat ministerschap toch? Ja. Ik had het enig dat hij best door kon voor D66, want daar was hij van, is hij van. Maar dat hij het wel gezien had eigenlijk. Ja. Misschien ook dat hij teleurgesteld was dat hij, de best, dat hij toch geen minister van Financiën werd. dat was zijn oorspronkelijke stil, financiën. Ja. Hij was volgens mij groot geworden bij het ministerie van Financiën, als ik het me goed ja. herinner. Ik heb hem ook een keer gesproken. Hij zei: Ik heb altijd iets met pensioenen gedaan. Hij zegt: Het komt iedere keer weer terug bij me. Maar nu heeft hij voor het eerst volgens mij iets waar dat. Ja, nu moet het dus allemaal nog definitief in kannen en kruiken ja. worden gegoten. Ik ben benieuwd hoe succesvol dat gaat verlopen. Dat we weer niet op het allerlaatste moment weer een nieuwe treuzelactie binnen in de inbouw. Nou, dat, die, dat de Tweede Kamerakkoord is gegaan laatst is wel een belangrijke stap geweest. Volgens ja, mij. En nu de Eerste Kamer nog, toch? Ja, dat klopt. Maar nou, op de achtergrond wordt er ja. al heel veel gedaan. Maar ik heb datzelfde gevoel altijd bij Carola Schouten. Dat ze de, dat ze vak verstaat. En dat ze, ook, dat ze er werk van maakt om het te verstaan, mm. dat ze er ook iets van af weet. Mm. Ik begreep ook van het niet dit kabinet, maar het vorige kabinet. Omdat ze daarbij de uh, informatieonderhandelingen ook een belangrijke rol had gespeeld. Dat ze regelmatig door haar collega's werd gevraagd om even uit te leggen hoe het eigenlijk zat. Mm. Kijk, dat, dat geeft mij. Ja, een dat god. je het wil snappen, ja. ja. Bovendien is het ook niet iemand die elke avond in de talkshows zit. Nee, dat klopt. Het is gewoon een rustig iemand. Ja, maar goed, het probleem is dat natuurlijk die, en daar komen we op het Eerste Kamerprobleem, dat, dat ja, die wordt gekozen via de provinciale staten, nietwaar? Het is een getrapte verkiezing. En, en ja, dat, dat het altijd weer wordt gekaapt. Door de landelijke politiek, terwijl het ik in allerlei op zit, gaat het helemaal niet over nee. de landelijke politiek. Sterker nog, diezelfde landelijke politiek heeft een hele reeks van problemen in de afgelopen jaren over de schutting bij de provinciale staten in de tuin ja. gegooid. Daar was nog een oproepje uh, over in uh, uh, EW door uh, Arendo Joustra. die zegt, die provincies moeten gewoon taken teruggooien naar, de, naar het landelijke politiek. Zo is milieu. het, ja. Vooral dat teruggooien bevalt me als term ook goed. Ja. Dat, ze gewone, ook dat er een schutting is en dat Rutte dan ook verplicht, niet waar aan de andere kant van de schutting moet blijven staan en moet proberen om de teruggegooid het teruggegooide beleid weer op te vangen. Ja. Rutte, hè, dat, dat voortdurende gedelegeerd de, de naar andere gemeenteraden, provincies, doe dat niet. Nee, doe We zijn op... een piepklein land. Precies. Hoe vaak moet ik nou nog zeggen. Dat, dat we gewoon een soort Chinese gemeente zijn. Mm. Hij noemde ook wat voorbeelden. Hij zegt van Groningen bijvoorbeeld, die hebben zich laten piepelen met dat ter Apel. Hij zegt nu in 2023, 2024 zeggen zij: we nemen 29.000 vluchtelingen op. Dat zit. De rest zoeken jullie zelf maar uit Den Haag. Doe je maar op een andere manier. Hij ja, doe dat maar op een andere plek. Ja. Maar ook het migratiebeleid is toch een nationaal beleid? Dat is toch niet iets van de provincies? De provincies moeten zich traditioneel bezighouden met de infrastructuur. Niet waar, en, en ruimtelijke ordening. Ja. En Zeeland noemt hij ook, hè, dat die zogenaamd blij moeten zijn met een gevangenis voor extreem gevaarlijke criminelen. <laughs> Omdat de Randstad het niet wil hebben, zegt hij. En dan wordt het maar lekker ja, in Zeeland neergezet. Dat is ook zoiets, dat zie je ook in Amerika altijd. Als gevaarlijke mensen moeten worden opgesloten, wil niemand ze hebben. Ja, nou, hij noemt Engeland. Hij zegt Engeland vroeger stuurde de gevangenen naar Australië. Ja, nou je ziet wat er van geworden is. Een van de meest succesvolle landen ter wereld. Zei het dat ze die Aboriginals verschrikkelijk, verschrikkelijk behandeld hebben. Maar dat hebben we eigenlijk overal gedaan. All over the place. Canada met die Inuit. Australië met die Aboriginals. Nee, natuurlijk de Verenigde Staten met de Indianen. Het is, het is wel droevig wat we al die oorspronkelijke bewoners van die streken hebben aangedaan. Kijk, ik heb heel lang geleden heb ik eens voorgesteld. Laten we het nou op de volgende manier de zaken oplossen. Als minister-president voor de media. Nee, het minister-presidentschap splitsen we. Namelijk één in een technocraat die werkelijk weet wat het over gaat. En niet voortdurend bezig is om alles uit te stellen, op te schuiven, andere toep te bedelen enzovoort. A la onze, onze huidige, op zichzelf buitengewoon handige minister-president. We hebben er één voor de media. Dat was toen Bobby Brusma. Rustig altijd Heel verstandig. Sympathiek en daar soort enzovoort. Dus je die voor uh, type? Nou, nee. nee Brusma was, was wat, wat lichter van toon toch? Ik heb Brusma nooit horen zeggen: Keihard. Keihard. Roderick, we moeten er keihard tegenaan. Nee, volgens mij niet. En dan hebben we dus een, een technicus die, die, die we niet de hele dag in die talkshows te zien krijgen. En, en die, die niet gewoon een, een vlotte prater is, maar weet wat hij wat moet doen. Ik, ik vind eigenlijk Rutte vaak toch relatief gemakzuchtig. Kan aan mij liggen. Dit is een vraag, die is ook wel interessant. Ik weet niet van wie, want er staat geen naam bij. Maar het is wel een uh, inhoudelijke vraag. Het gaat over de nieuwe manieren om geschiedenis te vertellen, waarbij het programma De Geschiedenis van Nederland op de NPO genoemd wordt. Wat deze brievenschrijver zegt, is van ik heb eigenlijk dingen gezien die ik heel anders op school heb geleerd. Wat vind je ervan Maarten dat er dus nu allerlei nieuwe technieken worden gebruikt om de geschiedenis te herschrijven? Denk bijvoorbeeld aan de jaringen in het hout dat de Romeinen uit Luxemburg naar Nederland brachten in het voorjaar van het jaar 48 na Christus. Nou ja, die, die, die hout, de jaringen, daar hebben ze tegenwoordig een heel systeem van gebouwd. En als je nou maar genoeg van die, van die jaringen hebt en genoeg oud hout, dan kun je eigenlijk een continue reeks bouwen van, van, te, van 2000 jaar geleden tot op de dag van vandaag. Dat is een fantastische, in de dendrologie heet dat ook. Dat is een fantastische methode. Uh, maar dit wordt gekoppeld aan van alles en nog wat. Ik bedoel, het is een, een wat bredere vraag. Want er werd ook gezegd, iets gezegd over dat uh, NPO-programma. Ja. En daar, ben ik, daar, wordt, daar wordt de geschiedenis gedramatiseerd. Met Daan Schuurmans, die dat als een soort Ja, daar loopt de meneer met Heb ik zag ik gisteravond toevallig. En die, want ik keek eigenlijk alleen omdat mijn vriend eh, Maarten Prak daar ook iets aan het uitleggen was, vond dat ze haar wel ontzettend netjes zat, moet ik zeggen. Maar goed, even afgezien daarvan, ik heb niets met het gedramatiseerde geschiedenis, 0,0. Ik begrijp dat het attractief is, maar ik ben, dat, 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 dat zit zo verkeerd in elkaar dat ik er geen, voor, ik ben er geen voorstander van ben. We hebben Jan de Graaf uit Spakenburg. En die bedankt jou, want hij is dankzij de podcast uh, is die naar het museum in Duxvoort geweest. Ah, geweldig. Mooi museum. Bedankt voor de tip, zeg. Ja, daar moet iedereen heen. Duxvoort is een luchtvaartmuseum. En overigens laat ik er direct bij zeggen dat ons luchtvaartmuseum in Soesterberg. ook een, in zijn beperkte vorm, maar toch een fantastisch museum is. Wat ik van harte wil aanbevelen. Bovendien heeft u wat kleinere kinderen of kleinkinderen. Ze hebben ook een heel leuk onderdeel waarbij die kinderen in een soort elektrisch autootje kunnen rijden en zelf mogen sturen. Voor mijn kleinzoon, mijn jongste kleinzoon, verreweg de grootste attractie. Hij wil eigenlijk elke zondag naar dat museum toe, zodat ik alles wat er staat al zeker tien keer gezien heb. En, en Penemunde is die ook geweest, waar de V1 en de V2 werden ontwikkeld? Ja, dat is wel grotendeels weggebombardeerd. Maar ten eerste is het natuurlijk, ja, daar bij Rügen in de buurt, dat is een, wat ik herinner mij, het is een wat desolaat terrein, er zijn veel toeristen. Ik geloof dat eigenlijk alleen de elektriciteitscentrale er nog overeen staat voor dat complex. Ja. En ik herinner me eigenlijk van Rügen, vooral de, het geluid van de, van de kraanvogels. Dat, die maken zo'n wonderlijk melancholiek stemmend geluid. Mm -hmm. En dan moest ik weer aan Niels Holgersson denken en zo. Maar goed, het, als je in de buurt bent, Noord-Duitsland, speelt het zich allemaal af. En je hebt daar ook dat wonderlijke plaatsje met die Zweedse naam, Stralzoend. Ga daar, ga daar maar kijken, leuk plaatsje, Stralzoend. Dat het warm aanbevelen. Hij is ook nog even naar Polen gereden, Jan. En daar zegt hij, daar zijn we zelfs een testlocatie van V-3-raketten tegengekomen. Net over de grens dus. Daar heb ik nooit van gehoord, moet ik eerlijk bekennen. Je had de V-1 en de V-2. Ik weet niet, ja, die noemde ze. Het was natuurlijk. Die V staat voor vergeldingswaffen uh, Zelfs de, 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 de NGO's noemden de V2 aggregaat 4. Aggregaat 4. Irene Hamelaar, die. Uh, of Hemelaar is het, die uh, wil wat uitleg geven over de stemwijzer. Ze zegt het behoorlijk. Ja, dat kwam bij mij. <laughs> Je ziet toch dat, dat die, die stemwijzer, die kan eigenlijk, naar mijn idee, naar mijn gevoel. Uh, ...toch misleidend zijn in de zin, ik kwam dichtbij het CDA uit. Ik heb me natuurlijk toch afgevraagd waarom dat het geval was. Ik denk toch omdat een aantal dingen die, laten we zeggen, politiek correct zijn... ...daar zag ik niet veel heil in. Al die windmolens in de provincie Utrecht, waar moet je windmolens neerzetten? Ja, waar het veel waait. En dat betekent in principe op zeeën van de kust uh, en niet in Utrecht. Dat zeg ik niet omdat ik er tegen ben dat er een windmolen in het park komt of zo... Maar gewoon omdat dat mij een praktisch gegeven lijkt. En die wolf, dat, dat, dat. Hoe was het ook weer? Dient er ruimte te zijn voor de wolf in de provincie Utrecht? Dat lijkt me ook zo'n typisch correct, politiek correct soort van ideetje. Daar zie ik niks in. Zij zegt ook: het komt eigenlijk alleen maar goed uit als je de partijstandpunten, dus de partijprogramma's kent. Want dan weet je met die in het achterhoofd wat je moet stemmen. Ja. Ik heb het hele programma gelezen van de, wat de Partij van de Arbeid had gemaakt voor het waterschap. En zo, een enorm, enorm document. Nou, dat was nogal wat. En daar dacht ik ook van, als ze dit voor 10% kunnen realiseren. Maar ja, daar staat ook een en ander in over die medicijnen die in het water zitten en die eruit moeten. En dan kijk, het is van belang dat die, dat die verwatering van Nederland, of het water van Nederland, dat dat... dat, dat uh, Modern beleid eh, krijgt, en dat we ons bewust zijn van het feit dat Nederland moet verdrassen in de komende 50 jaar. Mm. En we moeten ophouden met, die, met dat grondwater te verlagen. En we moeten ons realiseren dat we in een Rivierdelta wonen met alle gevolgen van dien mm. dat zal er allerlei leuk en eventueel innovatief beleid noodzakelijk maken. Ja. Even Karen, en die zegt: die kunstpodcast vind ik leuk. Doe dat vaker, want ik ben nu eigenlijk geneigd door uh, het schilderij om naar Wenen te gaan. Dus ik ga speciaal voor een museum naar een stad. Dus uh, ik wil nog wel meer horen, zegt zij. Nou ja, het is niet alleen uh, jagen in sneeuw, maar die hele zaal. Er hangen 14 breugels. Dat zijn allemaal wonderlijke, fantastische producten van de West-Europese schilderkunst in de vroege 16e eeuw. En bovendien het museum. Uh, hoe heet het? Het kunsthistorisch museum is. Het was zeker een van de vijf topmusea van Europa. Aan de overkant staat het Natuurhistorisch Museum, ook zeer de moeite waard. En daarboven, als je daar even de weg oversteekt en in, ik weet niet, ik denk in een oostelijke richting, weet ik niet. Dan heb je een soort museum-insel, la Berlijn. Alleen is het geen insel, maar het is een afgesloten gebied. En daar, daar staan nog eens een keer drie musea. Die zeer de moeite waard zijn en dan kun je nog naar de Belvedere, ook een fantastisch museum. Nee, Wenen is op dit punt. Trekt u er maar flink wat tijd voor uit, want het is echt de moeite waard. Deze vraag gaat over een verschil tussen Amerika en Nederland. Uh, in Amerika heb je het constitutionele hof die de wet toetst aan de grondwet, maar in Nederland is zo'n beoordeling verboden. Zie artikel 120 van de grondwet, zegt de vragenschrijver. Is het volgens u wel of niet goed dat rechters wetten kunnen toetsen aan die grondwet? Ik ben daar tegen. Uh, het politiseert. De hoogste rechtelijke instantie wordt daardoor gepolariseerd en gepolitiseerd. Kijk naar het Hoge Rechts of in de Verenigde Staten. Niet waar, wat nu een, een belachelijke samenstelling heeft. Ultrarechtse meerderheid, die volledig niet reflecteert wat de opvattingen van de Amerikanen in meerderheid zijn. Dus begin daar niet aan. Er zijn geluiden om dat hier ook te doen, hè? Ja, dat weet ik. Laat die rechters nou gewoon maar kijken of, of de handelwijze of wat het dan ook precies is in overeenstemming is met onze bestaande wetgeving. Maar doe dit niet. Ik vind het een ongelukkig iets. Amerika is in zo ontzettend veel gevallen een voorbeeld van wat je vooral niets moet doen. Met één uitzondering namelijk dat je maar twee termijnen mag hebben als president. Acht jaar. Daar ben ik wel voor. Dan een opmerkelijk bericht. Er is schijnbaar een vijver in Utrecht. die door de bruine bladeren die erin waren. volgens sommigen op een pad van gevel leek. En daardoor hebben heel veel mensen zich vergist. en die zijn in het uh, water gestapt. En de vragensteller. ik zal het je even laten zien. Dat ja, niet... ziet er dramatisch uit. Dat begrijp ik. Jou. Ik weet ook niet precies waar dit is. Nee, ik ook niet. De vraag is of jij er ook langs gelopen bent. Nee, ik heb geen idee. Moet je even vragen waar het is. Ik heb geen idee. Het lijkt op Rijnse Weert of zo. Met die. Uh... Ja, mensen, ik, ik wandel in Utrecht-Oost. Ik doe het park en ik heb nog wat alternatieve rondjes. Maar dat, ik kom, en op deze, nee, kijk maar naar de gebouwen ook. Daar kom ik nooit. Nee, het is volgens mij reinsweerd als ik het zo zie. Oké, okay, nou, opmerkelijk. Had je nog gezien trouwens dat uh, die man die in België woont en luistert, die had gezegd van, hier is inderdaad stemplicht, maar het helpt helemaal niets om meer mensen te nee, stemmen. te krijgen. Hij ja, legde dat netjes uit, ja. hoe zinloos dat in feite is. Ja. Ben je bent ook niet gehandhaafd daar, toch? Nee. Martin, ik ben Gerard, ik woon in Zandvoorn en ik val in slaap met jouw stem. Alles wat je zegt, daar ben ik het mee eens. Vandaar dat hij dan heel snel in slaap valt. Keller. Ja. De vraag. Hoef je, niet, hoef je niet meer te ergeren. Hij heeft een vraag over Hitler. Wanneer Hitler de laatste drie dagen, zoals in de film Der Untergang, atoombommen gehad zou hebben, zou hij die dan gebruikt hebben? ja, denk ik wel. Maar ja, de Duitse stad is natuurlijk. Uh... Volgens mij heb ik dat wel eens eerder uitgelegd. De atoombom van de Amerikanen is alleen ontwikkeld omdat ze bang waren dat de Duitsers er één zouden ontwikkelen. En uiteindelijk zijn ze er natuurlijk achter gekomen, uh, ja, dat de Duitsers uh, helemaal nooit zo ver gekomen zijn. De Duitsers hebben nog wel een, een, hoe heet het, een uh, reactor gebouwd, maar die is zelfs nooit aangezet. En toen, toen frits tot de chef van dat logistieke apparaat van de weermacht verongelukt was, ik meen in december 1941, en door Speer was opgevolgd, heeft Speer die, al, die, al die ondernemingen waar ze mee bezig waren nog eens tegen het licht gehouden en gezegd van ja, een bom, dat is misschien theoretisch mogelijk, maar de kans dat dat ding bij ons klaar zou zijn voordat de oorlog is afgelopen, positief of negatief. Die is 0,0, dus die heeft die hele research ook opgeheven. En de Amerikanen zijn natuurlijk pas serieus aan research begonnen aan de loop van 1942. Maar hebben toen natuurlijk wel in uh, No Times een bom gebouwd. Maar ja, geld te over. De Amerikanen deden ook als het op twee manieren kon, deden ze het op twee verschillende manieren alleen voor de zekerheid. Wat de Amerikanen bewezen hebben, is dat het kon. Want daarna kan eigenlijk iedereen het, in die zin, in Nederland zou het ook kunnen. Hij zegt ook, Hitler was een psychopaat en die heeft misschien wel gedacht, als hij die, die atoombommen had, van als ik eraan ga, dan maar de hele wereld met mij. Ja, dat, dat zou kunnen. Maar ja, hij had hem niet, dus hij was volstrekt machteloos. Als je de film gezien hebt, weet je dat hij voortdurend divisies aan het verschuiven is die al lang niet meer bestonden. Dan hadden we de vorige keer een vraag van Yannick, en die zei van waarom meten we altijd het BBP en niet bijvoorbeeld geluk? En toen zei hij ja, geluk is niet iets, iets tastbaars, Dat is ook niet uh, te meten in, fe in feite, of in ieder geval niet heel direct. Daar stelt hij nog een vervolgvraag nu op. Hoe kan het dat aan de ene kant Maarten dat zegt dat geluk niet te meten valt, maar dat BBP wel correleert met geluk? Met welke maat van geluk correleert BBP dan precies? Nou, ik denk met, het, met uh, de zin waarin mensen die uh, ruim voldoende verdienen. Of laat ik het anders zeggen, voldoende verdienen, minder, veel minder onzekerheid in hun leven hebben. Als je natuurlijk voortdurend uh, alle de, de stuivers bij elkaar moet krabbelen, dat is tu en je hebt kinderen, dan, stel voor dat je een regelmatig een behoorlijk inkomen hebt. En dat is waar BPP over gaat, zij het, dat een statistische categorie is. Dat betekent natuurlijk toch, neem maar Nederland zal in Nederland. Het PBP per gezin, ik heb geen idee, ik denk 50.000 dollar of zo zal het zijn. Dat betekent toch, zoals we nu net hebben laten zien aan die Nederlandse klassenstructuur, dat het overgrote deel van Nederland daarbij is de, de, de maatschappelijke positie gerelateerd aan het feit dat we een rijk land zijn. Het probleem hier is dat we aan de onderkant, waar, we niet, waar mensen leven die niet rijk zijn, dat we dat misschien uh, verwaarloosd hebben. Mm. Dus ja, er is, er is een correlatie, maar die is ruw. Het kan best zijn namelijk dat je een smak geld verdient. Ja, zoals iedereen weet zijn er multimiljonairs die doodongelukkig een halve rare autisten zijn. Okay. Uh, in de volgende aflevering dus uh, ruimschoots aandacht voor de BBB en het nieuwe politieke landschap. Uh, waar gaan we het verder over hebben? Uh, dat weet ik eigenlijk nog niet. Okay. Nou, daar mogen mensen uh, dingen voorstellen, Maar, je kunt... maar ik ga wel een keer alweer een schilderij doen. Maar schilderij. Ik, moet nog, ik moet nog een keuze maken. Ja. Het probleem met de schilderij is dat het zo'n fantastische keuzemogelijkheden keuze biedt. Picasso zag ik nog binnenkomen? Ja, dat begrijp ik. Dat, zal ik. dat zal er voorlopig niet van komen, denk ik. En het Lam Gods? Maar het Lam Gods, dat zou het wel eens kunnen zijn. Want die meneer liet ook zien, die daar ook een brief over schreef wat een uitzonderlijk schilderij het is. En wat een uitzonderlijke avontuur dat schilderij in de loop der tijden, in de loop van die nou ja, ondertussen bijna 600 jaar beleefd heeft. Een van de weinige schilderijen die ooit in een officieel internationaal vredesverdrag vermeld is. Dus ik, ik zal, het, het kan volgende week worden, maar ik zal sowieso iets doen aan het Lam Hots. En heb je ook nog een idee voor een geschiedkundig onderwerp? Een geschiedkundig onderwerp. Ja, daar zou ik eens even over na moeten denken. Dat geldt eigenlijk... Ik wil nog steeds toch dat boek houden, The War Was Won. Want daar heb ik wel aan gerefereerd in die, in die publieke podcast, de Tivoli. Maar toch niet veel meer dan gerefereerd. Ik wil toch nog wel eens uitleggen wat het uitzonderlijke karakter van die redenering is die in dat boek wordt geboden. Oh, leuk, ja. Dus dat, dat wil ik in ieder geval nog doen. Omdat je natuurlijk van hem te horen krijgt dat al die grote veldslagen waar we ons altijd over opwinden. Alamein, Koers, Stalingrad, gaan ze maar doen. Dat dat Rijk uiteindelijk niet veel toe gedaan heeft. Wat toch een vrij opmerkelijke opvatting is. Ja. Er was ook nog een brief van iemand die in Scandinavië luisterde. En die had het volgens mij over een migratiepunt. Uh, maar die ben ik even kwijt, die vraag. Die kunnen we de volgende keer anders wel doen. Ja, migratie blijft natuurlijk een groot punt in Europa. Kijk, zolang wij natuurlijk in een, in een zee van ellende, en dat geldt natuurlijk voor de, het Midden-Oosten en uh, ook voor grote delen van uh, Noord-Afrika, een baken van welvaart en rust zijn. Ja, blijven wij natuurlijk een, een geliefkoost migratieobject. Ja. Daar Heb... uh, doe je niet veel aan. Oké, okay, tot zover deze aflevering. Morgen dus veel aandacht voor de BBB. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. En laat je vraag achter in de recensies. Want dan hoor je hem morgen misschien wel voorbij komen. Keihard Roderick, we moeten er keihard tegenaan. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een biel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend Jan wel heel vreemd. Aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live-podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen, niet waar, wakker te schudden. Omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. En ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Je vindt vast ook dat in het bedrijf waar je werkt veel te veel baasjes zijn. ABN AMRO vond dat ook en heeft 95% van alle baasjes eruit gekieperd. Het verhaal, hoe ze dat gedaan hebben en wat het opleverde, hoor je in de podcast C-Level. De link die staat in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op Streamy.audio. Streamy met een Y.